Een vrachtwagenchauffeur heeft vannacht tientallen meters vangrail aan gort gereden. Hij raakte daarbij niet gewond. De vrachtwagen lekte na het ongeluk wel diesel op het wegdek. Het ongeluk gebeurde op de splitsing van de A2 en A65 bij Vught. De A65 naar Tilburg werd daardoor tijdelijk afgesloten tot de vangrail was gerepareerd.